Ben ik weer. Kijk, sterren is er ook. En maan is er ook. En poes is er ook. Ja, daar zijn we weer met z'n allen. Vandaag ga ik een verhaaltje voorlezen over het gouden sneeuwvlokje. Luisteren jullie mee? Er was eens, heel lang geleden, een hele kleine sneeuwpop. En die sneeuwpop was een klein jongetje. En hij heet Keesje. En Keesje die speelde altijd in de sneeuw. En hij woonde in een land heel ver weg. En dat noemen ze Vriesland. Want daar was het altijd koud. En dat hebben sneeuwpoppetjes nodig. En Keesje die speelde de hele dag met zijn vriendjes. En had hij heel veel plezier. Maar als het zonnetje ging schijnen, dan moest hij naar bed. Als hij dan ging slapen, dan vertelde zijn mama altijd een heel mooi verhaaltje voor het slapen gaan. En vandaag had ze een verhaaltje over een gouden sneeuwvlokje. En mama die vertelde: kijk eens uit het raam, Kees. Daar vallen allemaal sneeuwvlokjes buiten, allemaal. Maar ergens tussen die sneeuwvlokjes, daar zit een gouden sneeuwvlokje. En als je dat gouden sneeuwvlokje vindt, dan smelt je nooit meer. Wat er ook gebeurt. Je kunt dan in de zon spelen. Je kunt dan warme chocolademelk drinken. Je kunt dan lekker in het water gaan zwemmen. Oh, dag Kees. Dat wil ik ook. En samen met zijn vriendje de pinguïn en het zeehondje ging hij slapen. Hij droomde dat hij aan het spelen was met zijn vriendjes, de andere sneeuwpopjes. En zijn zeehondje en zijn pinguïnvriendje die keken toe. Hij vertelde tegen zijn vriendjes dat hij op zoek ging naar het gouden sneeuwvlokje. Maar zijn vriendjes hadden geen zin om mee te gaan. Hij liep naar zijn papa en zijn mama en hij zei: weet je, ik ga in mijn droom naar het grote bos waar alle dieren zijn. Die zullen me vast wel helpen om het gouden sneeuwvlokje te vinden. Dat is goed, zegt mama, maar let wel goed op, want als je hem niet vindt, moet je weer op tijd thuis zijn voordat de zon opkomt. En Keesje droomde lekker verder. Thank you.
Keesje ging in zijn droom op pad naar het grote bos. En in het grote bos daar zaten al zijn dierenvriendjes al klaar. Ze zaten al te wachten op Keesje. Hoi, zei Kees, ik ben er. Hoi, zegt de eland achter de boom. Ik heb me verstopt, Keesje. Kun je me zien? Nee, zegt Kees. Ik kan je niet zien, maar kan je wel horen. Maar stiekem zag Keesje de eland staan. En de beer achter de boom. En de das. En de vos. En de uil, die zat boven in de boom. Die zat een beetje te lachen. Wat kom je doen? Zeggen de dieren in het bos. Nou, zegt Kees, ik wil jullie eens wat vragen. Keesje vertelde tegen zijn dierenvriendjes dat hij op zoek was naar het gouden sneeuwvlokje. Oh, riep de beer, we gaan met z'n allen mee. Kom, dan gaan we eerst bij mij thuis een schep halen en eten en kopjes en noem het maar allemaal op. Nemen we allemaal mee, zegt de beer, en dan gaan we samen het gouden sneeuwvlokje zoeken. Oh, dat is goed. En snel renden ze naar beer zijn thuis. En daar haalden ze de spullen. Kom maar op, zegt de eland, spring maar op mijn rug. En rennen we wat harder. En net zo was het. Toen ze op de plek in het bos waren aangekomen, waar Keesje dus zijn gouden sneeuwvlokje had gezien, gingen ze aan het graven. En met de schep deden ze alle sneeuw aan de kant. Oeh, dat was toch wel heel hard werken. En de uil, die had een verrekijker bij zo, die was aan het zoeken naar het gouden sneeuwvlokje. Zo deed hij dan. Maar nee. En ze werkte en ze werkte, maar ze vonden geen gouden sneeuwvlokje. Maar ze gingen dapper verder, hoor. Ondertussen had Beer lekker warme chocolademelk gemaakt. Stoppen met werken, riep Beer. Stoppen, kom. We moeten nou even wat drinken. Ik heb lekkere warme chocolademelk gemaakt. En iedereen kwam aanrennen. Maar Keesje, het sneeuwpopje, die zei. Oma Beer, ik mag toch geen warme chocolademelk drinken? Dan smelt ik. Ik moet toch eerst het gouden sneeuwvlokje zoeken. En dan smelt ik niet meer. Dan kan ik dat wel. Maar, zegt Beer, ik heb een verrassing voor jou. Ik heb voor jou een lekker ijsje gemaakt. Een aardbeienijsje. Oh, lekker, zegt Keesje. Dank je wel, Beer. Thank you.
En Keesje, het sneeuwpoepje, die ging dus in zijn droom zijn aardbeienijsje opeten. Hij zat boven op een bergje sneeuw en hij keek naar zijn vriendjes. Ja, die waren allemaal lekker warme dingen aan het eten en ze zaten bij een kampvuurtje. Oh, oh, dag Keesje, kon ik dat ook maar allemaal doen? Maar ja, als ik dat doe, dan smelt ik. Ik zou het zo graag willen en ik zou zo graag warme chocolademelk willen proeven. Met slagroom. Oh, oh. En Keesje, die droomde een beetje verder terwijl hij zijn aardbeienijsje op had. Oh, en Beer die zag het. Kees, wat is er? Oh, zei Kees, ik zou zo graag die dingen willen doen allemaal. Weet je, zegt Beer, als we de gouden sneeuwvlok vinden, dan neem ik jou mee en dan laat ik jou zien hoe de bijen overdag de honing maken. Nou, zegt Kees, dat wil ik wel zien. En de eland zegt, ik neem je mee met een ritje door het bos en dan mag je boven op mijn rug zitten. En dan rennen we heel hard door de blaadjes, midden door het bos. En dan kun je zien hoe mooi het overdag is. Oh, zeg Keesje, dat wil ik ook. Dat zou ik leuk vinden, eland. En zo praten ze verder met elkaar wat ze allemaal wel niet met Keesje zouden willen gaan doen. Maar daar was de wijze uil. Hé Keesje, zegt hij, als jij het gouden sneeuwvlokje vindt, wat ga je dan met dat sneeuwvlokje doen? Ga je hem opeten of zo? Daar had Keesje nog niet over nagedacht. Nee, ga hem niet opeten, zei Kees. Als ik het gouden sneeuwvlokje vind, dan druk ik hem tegen mijn hartje. En dan wordt alles warm van binnen. En dan smelt ik nooit meer. Dat ga ik doen als ik het sneeuwvlokje vind. Maar daar kwam meneer de raaf aan. Keesje, Keesje, kom. We moeten stoppen. Want je moet bijna wakker gaan worden. Je droom is bijna voorbij, jongen. Neem maar afscheid van je vriendjes en ga maar weer lekker naar huis toe. En dat deed Keesje. Dag allemaal, riep hij. Dag. Bedankt voor de fijne droom. En wat leuk dat jullie in mijn droom waren. Ja, ik heb alleen geen gouden sneeuwvlokje gevonden. Maar dat is niet erg. Ik vond het evengoed een leuke droom, zei Keesje. En hij liep naar huis. Wat was dat daar? Wat zag hij daar nou? Daar kwam een gouden sneeuwvlokje aan dwarrelen. Oh, zegt Keesje.
Ik zie het sneeuwvlokje. Maar hij pakt het sneeuwvlokje en hij drukt het tegen zijn hartje aan. Oh, zegt hij. Nou smelt ik nooit meer. En nou ga ik lekker een warme beker chocolademelk drinken als ik thuis ben. En snel liep hij naar huis. Nou, die Kees, die had toch een mooie droom, hè? Maar ja, een droom kun je zo mooi maken als je wilt. En dat is hartstikke leuk. Maar ik denk dat als het zonnetje komt, dat die toch gaat smelten, hè, die kleine sneeuwpop. Dus hij moet maar mooi in dat koude Friesland blijven. Hè? Ik hoop dat jullie het een heel leuk verhaaltje vonden. Het is buiten koud, dus sterren staat binnen, maan staat binnen en poes ook, die is ook lekker binnen. Ik wens jullie nog een hele fijne avond en voor straks heel lekker slapen en ga maar mooi dromen. En als jullie voor het slapen gaan nog zin hebben in een beker chocolademelk, vraag maar aan de leiding hoor. Je zult hem vast wel krijgen. Slaap lekker. Doei.